De gemeenten Voorschoten en Rijswijk moeten de naam Generaal Spoorlaan veranderen. Dat vinden een aantal comité's die stellen dat generaal Simon Spoor oorlogsmisdaden heeft begaan in de periode dat Indonesië vocht voor onafhankelijkheid van Nederland. Wat vindt u van die hele discussie, mevrouw, dat de straatnaam moet veranderen? Nou, helemaal niks. Nee? Dat hoeft voor mij niet. Nee, u vindt het prima zo? Ja, ik vind het prima zo. Weet u nog wie het is, generaal Spoor? Nee, ja, mijn man weet dat wel. Die was in het Indiëleger zat hij. Die was commandant. Oorlogsmisdadiger of niet? Dat weet ik niet, want ik heb hem niet meegemaakt. Ik ben wel in dienst geweest. Ja. Maar ik weet niet wat hij heeft gedaan. René van der Smeden van het Museum Voorschoten. Veel discussie in het land over onze geschiedenis. Wat vindt u van die discussie? Ik vind het heel goed dat er een discussie is. Dat we met een open blik kijken naar hetgene wat er in het verleden is gebeurd. En dat we proberen om daar lessen uit te halen. Met als doel om te voorkomen dat we ooit weer in zo'n situatie terechtkomen. Daar ben ik eerlijk gezegd even niet zo mee bezig geweest. Ik heb het even druk met mijn... met mijn je hebt andere zaken aan je hart. Precies, dus op dit moment ben ik er niet zo mee bezig. Maakt mij niet uit hoor. Of die straat veranderd wordt of niet. Ja, dat blijft lastig. Ik denk het niet. Misschien is het verstandig dat een keer te wijzigen. Maar ja, je hebt ook uit de 17e eeuw, ook van die helden, zou ik maar zeggen. Die hebben slaven gehandeld en weet ik wat allemaal niet meer. Ja, hoe ver ga je terug dan? Dat maakt het ook lastig. En hoe vindt u dat de discussie gevoerd wordt? Heel erg eenzijdig, want het gaat nu denk ik alleen maar over de vraag of een naambordje met de generaalspoorlaan erop, of dat weg moet of niet.